Zij zijn alle twee in dienst geweest. Ik heb het geschopt tot reserve tweede luitenant. Registratienummer 3905-17018. Ik ben afgezwaaid als sergeant der infanterie. Registratienummer 4108-202. Toen ik uit dienst kwam, kreeg ik deze verlofpas mee. En daar staat op dat bij intrekking van het klein verlof, in geval van bijzondere omstandigheden, ik mij dien te melden onmiddellijk op het aanmeldingspunt in Goor, Schoolstraat 20. Ik kreeg helemaal geen mobilisatiebestemming mee. Dus het lijkt me het beste dat ik met de luitenant meega in geval van oefening of nood. Dan kunnen we nog een beetje doorwerken. Dit papier namelijk heb ik jarenlang bewaard. Ik ken dat adres uit mijn hoofd, Schoolstraat 20, hoor. En ja, er wordt gesproken van bijzondere omstandigheden. Wanneer zijn het bijzondere omstandigheden? Ik geloof dat die omstandigheden bijzonder aan het worden zijn. Ja, zo best. Dus wilde ik alvast die route verkennen en kijken of men er weet van heeft dat Schoolstraat 20 te Goor een militair verzamelpunt is. Precies. Ja. Zodat ik mijn mannen daar verkleed. Dag mevrouw, mogen wij u iets vragen? Is dit nummer 20, Schoolstraat? Ja. Dat klopt. Ja, dat klopt wel. En klopt dit? Wij wilden dit namelijk even vragen. Kijk, ik moet mij hier melden namelijk. Mijn naam is reserveluitenant De Bie. En dit is mijn mobilisatiebestemming. Tegenover Schoolstraat 20. Weet u daarvan? Nee. Ik woon hier niet zo heel lang. U woont hier niet zo lang. Oh. De mensen hier tegenover, die kunnen niet wel meer vertellen. Die hebben hier vroeger ook in gewoond. Ah. Die hebben hier vroeger gewoond, in dit huis. Ja. Maar kijk, dat heb ik zo. Maar kijk, in geval van bijzondere omstandigheden dient u zich onmiddellijk te begeven naar Goor. Voor perceel Schoolstraat 20, dit is 20, hier is het er tegenover. Weet u daarvan? Hebt u daar ooit van gehoord? Ja, natuurlijk. Ik heb daar ook gewoond. Ja, maar hebt daar gewoond. Maar weet u dat dat een verzamelpunt is? Voor militairen? Hebt u daar ooit van gehoord? Nee. Toen u daar woonde, nee. Is er toen wel eens een oefening geweest waarbij men moest verzamelen voor uw deur? Nou, dat u voor 60.000 man koffie moest zetten of zoiets? Of is dat nooit gebeurd? Dat is nooit gebeurd. Maar is dit... Dat zou kunnen, want de luitenant heeft dit nu. Kunnen, ja. Maar als er zo'n oefening niet, is... Het is u niet bekend. En u woont hier dus al in deze straat. Ja, 50. Ja, ik heb hier de dag gekend. 55. Meneer, mevrouw Hofmeijer, waar is het... Oh, we moeten nog iets verder doen. Oh ja. Ja. Dank u wel. Ja, dank u. Ja, dit is 25. Ja, maar kijk, dat is ook niet tegenover 20, hè? Nou ja. Dat is recht tegenover 20. Ja, goed. Zouden ze bedoelen dat mevrouw mag vragen, hè? Wil u vragen of dit klopt? Oh. Kijk. Er staat hier... dat ik mij in geval van bijzondere omstandigheden moet melden in Goor voor perceel Schoolstraat 20. Nou is dat 20, dat is 21. Dit is 25. Weet u daar nou iets van? Ik weet er niks van. De buren hier wisten dat ook niet. Wisten dat ook niet. En u ook niet? U woont hier al lang. Ja. Ik zou zeggen... Dit is een oproep voor... Men dient zich te melden voor het nummer 20. Hebben ze gewoon gedacht, luitenant, hebben de schoften gewoon gedacht. Nou, kijk, hier kan u namelijk, kunnen ze in roffen van 4 staan, begrijp je? Ja. Dus gewoon ja, verzamelen voor nummer 20. Jongens, we nemen maar goed, maar ik kan hier een compagnie kwijt. Maar... Jawel, hier kunnen 4 telefoons kwijt. Ik kan kun toch hier kwijt. Een hele 12e afdeling veldartillerie, kan ik hier toch niet kwijt? Nee, ik zou met mijn peloton... Met 25 ponders en al. Maar ik kan met 24 ik laat man... Hier ook sergeant van Kooten, ik laat in de Schoolstraat de Goor ook geen 3-tonner rijden. Nee. Ik laat hier ook geen 3-tonner door. Nee, maar denk als, er niet over. Als mijn jongens hier... Dus kijk, ze kunnen de straat in, gewoon ook in Rotterdam van 4 al, met de weekendtassen. Ja. En dan voor nummer 20, hier. Kijk, wat hier van staan aan Marotte, als je nou rechts richt, krijgt u... Ja.
tot alle mannen. De tiende, honderdduizenden mannen in Nederland. Ja, zonder meer, zonder meer. Die allemaal zo'n verlofpasje zorgvuldig bewaren, zouden we dit willen zeggen. Sluit hem aan te bieden. Goed. Nou, nog 3 uur de tijd. We hebben 3 uur de tijd.